Hallo, vandaag is de dag van de aarde. Laten we die eens gaan tekenen, de aarde. Dat is weer de basisvorm, een cirkel. En dan natuurlijk die continenten erop. Doe je weer mee? Vandaag is de dag van de aarde. Ja, hoe ziet de aarde er nou uit? Nou, we beginnen met een cirkel. En dan moeten dit is een planeet vol water. Laten we daar eens gewoon wat land op tekenen. En het hoeft natuurlijk niet echt de echte aarde te zijn. Een pool, Noordpool. Ik teken even gewoon wat landen. Zo. Zo. Hier ook nog wat landen. Kleine eilandjes. Nou, als je dit al hebt getekend, weet iedereen al wel dat je een wereldbol bedoelt of een aarde bedoelt. Hier kan je natuurlijk het land zou je kunnen arceren. Als het duidelijk is dat dat land is en de rest water. Je kan het ook anders doen natuurlijk. Je zou ook hier golfjes kunnen doen. Is zo'n stift wel erg dik om dat te verwezenlijken. Je kan hem ook kleuren natuurlijk. Wat je ook kan doen, is als je zo'n... ik zal hem iets groter doen. Nou wacht, nee, ik doe het gewoon zelf dan. En je hebt zo die... continenten, zeg maar. Eilandjes. Zie je, het ziet er nou weer net anders uit dan daarnet. Maar als je hier nou... schaduwlijntje zo aangeeft, dan is het ook net of dat hoger ligt dan de rest. Dus dan is het ook alweer wat duidelijker dat het andere water is. Ik ga dan even goed te raden van waar laat ik het licht vandaan komen. Het licht komt bij mij meestal van die kant. En dan heb je ook een aarde. Nou, veel succes met aarders tekenen. Je kan natuurlijk ook zo aarde tekenen. Met zo'n mol eruit. Een aardehoop. Hè? Een mol. Yeah.